Goedemorgen. Of ja, goedemorgen. Ik dacht, ik wacht heel even tot mijn vriend de deur uit is. En dan kan ik rustig hier op mijn bed neerploffen en gezellig gaan zitten kletsen tegen jullie. Ik ben namelijk momenteel op vakantie op Corfu. Ik ben al, even kijken, een dag of vier ben ik hier. Het is echt heerlijk weer geweest de afgelopen dagen. Veel zon gehad. Echt ook zo fijn om in het voorseizoen eigenlijk op vakantie te gaan. Lekker aan het strand te liggen, aan het zwemmen te liggen, te hiken, whatever. Gewoon heel veel te genieten van vakantie natuurlijk. Voordat de grote vakantie begint. Die is natuurlijk pas in de zomer. Maar ik moet zeggen, ik ga normaal eigenlijk nooit in het voorseizoen. En ik merk nu wel dat ik dat echt ideaal vind. Maar ik dacht, ik zal jullie vandaag eens gaan laten zien wat ik allemaal eet op een dag op vakantie. En wat we eigenlijk vaak doen hier is dat we het ontbijt eigenlijk gewoon zelf maken. De lunch halen we vaak ook bij een supermarktje. En 's avonds gaan we vaak uit eten. En dat komt eigenlijk omdat we hier in the middle of nowhere zitten. We zitten hier in de berg in Corfu. En Corfu stad, wat echt een hele leuke stad is, zal ik straks ook wat meer over laten zien. Dat is ongeveer 40 minuutjes rijden. Dus daarom gaan we er ook niet continu naartoe. Maar vaak in de avond, en soms eten we ook hier 's avonds, maar we proberen wel vaak naar Corfu stad te gaan, omdat het echt een hele leuke stad is. En de reden dat ik hier ben, heeft eigenlijk te maken met een samenwerking. Daar ga ik eigenlijk vrij weinig over vertellen nu, want het heeft helemaal niks met deze vlog te maken. Maar goed, ik zal het even kort vertellen. Ik ben hier voor Eliza Was Here en dat is een kleinschalige reisorganisatie. En die hebben mij uitgenodigd om te genieten van Corfu en daar wat over te schrijven en te delen. Dus super leuk, heel erg blij met deze samenwerking. Maar daar gaat deze vlog eigenlijk niet over, dan moet je vooral hieronder even mijn blog lezen. Die zal ik er even over linken met al mijn tips en hotspots van Corfu. Maar het leek me gewoon heel leuk om jullie een dagje mee te nemen op pad en te laten zien wat ik allemaal eet op een dag. Vanavond gaan we dus naar Corfu stad. En overdag, ik krijg zo meteen, het was om 11 uur, heb ik afgesproken met de eigenaresse van het plekje waar we verblijven. Omdat ze mij heel graag hun moestuin wilden laten zien. Ze hebben net alles gezaaid, dus het is nog niet helemaal tot leven gekomen. Maar ze vonden het heel leuk om te laten zien wat ze allemaal hebben. En daar heb ik zo meteen mee afgesproken. En vanmiddag, ik denk dat we naar het strand gaan. Geen idee, we kijken wel wat de dag ons brengt. Ik heb trouwens voor het eerst in mijn leven een badjas meegenomen op vakantie. Omdat deze badjas gewoon zo lekker zacht en fijn is. En ik dacht, ik zal je hem even laten zien. Het is een mintgroene badjas. Gemaakt van biologisch katoen. Ik was een tijdje geleden op een pers-event. En er stond een vrouw. Volgens mij was het een Turkse vrouw. Want het wordt gemaakt ook in Turkije. Super lieve vrouw. En daarvan had ik deze badjas gekregen. Het merkje heet Haman 34, denk ik. 34, ik geloof het wel. Ik zal het even hieronder linken. Maar echt een hele fijne zachte badjas. En ik dacht dus van, weet je wat, ik ga gewoon lekker mijn badjasje meenemen. Zodat ik gewoon 's ochtends bij mijn ontbijt lekker in mijn badjas kan gaan zitten. In plaats van dat ik dan mijn kleren of zo aan moet doen. Ik ben sowieso echt een badjasmens. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik loop echt het liefst gewoon tot 11, 12 uur in mijn badjas rond. En dan pas ga ik me aankleden. Dus ik heb hem even uitgedaan, want anders kan je natuurlijk helemaal niet zien. Maar kijk even hoe leuk. Dit is dus helemaal opgeborduurd. En ja, het is ook echt super mooi van de achterkant. Dit is alles wat ik nodig heb voor het ontbijt. Ik heb wat havermout van thuis meegenomen. Ik heb wat verse aardbeidjes hier gehaald in de supermarkt. Een banaantje, die is nog een beetje geplet. Die zat gisteren ergens onder in de tas. Eens even kijken. Deze notenpasta heb ik hier ook gescoord in de supermarkt. Wel leuk, al die Griekse tekentjes. Ik snap er helemaal niks van. Was ook al geinig toen ik in de supermarkt stond. Toen probeerde ik deze ingrediëntenlijst te lezen. Maar dat is natuurlijk best wel lastig. En daarnaast nog wat rijstmelk. Die hebben ze trouwens ook hier gewoon overal. Even nog een Ayurvedische tip. Je zag net dat ik het fruit meekookte met de rest, ook de aardbeidjes. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat fruit snel kan gisten in je maag. Rauw fruit dan in ieder geval. En als je dus fruit meekookt, dan heb je hier geen last van. Dit zijn de supplementen die ik dagelijks gebruik. Een deeltje ligt trouwens ook nog thuis, dat is vitamine D. Ik dacht, die heb ik hier sowieso niet nodig. En thuis neem ik ook nog gebufferde vitamine C. Alleen ik had niet zoveel zin om alles mee te nemen. Maar goed, dit is in ieder geval omega 3. Heel belangrijk. Vitamine B12. Ook zeker goed als je vegetarisch of vegan eet. Dan heb ik hier een supplement met maca en safraan. Dat is dus belangrijk voor een natuurlijke cyclus. En nog wat magnesium. Eentje. En 's avonds neem ik ook altijd nog twee magnesium. Mocht je nou afvragen wat een supplement is voor een natuurlijke cyclus. Ik weet zeker dat ik daar vragen over ga krijgen. Dat is deze. Ik heb onlangs een consult ergens gehad omdat mijn cyclus nog niet helemaal natuurlijk verliep.
Daarna dat ik een aantal supplementen heb aangeraden gekregen. Maar onder dit, als je goed kijkt, oh, hij gaat niet te scherp stellen. Hier zit ashwagandha in, maca, een speciale soort die ook heel belangrijk is voor de natuurlijke cyclus. Monnikspeper ook, en dat zorgt er allemaal voor dat het wat beter gaat werken. En die ga ik een paar maanden nemen en even kijken wat het effect daarvan is. That will grow and it will become an olive. That's their flower. Ah, beautiful. Dit is een kumquat en dat is eigenlijk, je kunt dus eigenlijk vooral de schil eten. Dat is een mix tussen sinaasappel en citroen qua smaak. En van binnen is het heel erg bitter en dit hebben ze hier om jam van te maken. Maar ze gebruiken het eigenlijk ook voor verschillende dingen als liqueur of ze doen het zelfs door ijs hier. Kijk hoe leuk trouwens. Het is dus een vijgenboom. Ik vroeg toen net aan die mevrouw van, hey, hoe kan ik eigenlijk deze soort boom herkennen? Wat is het? En toen vertelde ze dat het een vijgenboom is. Hier zitten allemaal vijgjes aan en die komen dus in augustus, september kunnen ze die eten. Als snackje eet ik deze half opgegeten, ja wat is het, noga van chocolade en kumquat. Gisteren ergens in een winkeltje gehaald. Toen vond ik hem niet zo lekker. Ik proefde het net, dacht ik, nou, eigenlijk is het ook wel lekker. Het smaakte gewoon een beetje naar pure chocolade. Er zitten wat noten in. En wat kumquat schilletjes dus. Ik ben even aan het wandelen naar de supermarkt. Het is ongeveer een half uurtje lopen, want zoals je ziet zit je echt in the middle of nowhere. Wat super fijn is. Ik hou er echt van om lekker midden in de natuur te zitten. We hebben trouwens wel een huurauto, maar ja, waarom zou je met de auto gaan als je ook kan wandelen? In ieder geval, wat wou ik over vertellen? Oh ja, eergisteren, toen gingen wij naar een heel mooi strand hier in de buurt. Iets van Palio Castrisna of zo. Geen idee, ik zat hieronder even neerzetten hoe het heet. En het was ongeveer 25 minuten rijden. Er waren twee wegen via Google Maps. De ene was 24 en de andere was 25 minuten. Dus ik dacht, laten we die wegnemen die 24 minuten is. Want dat is één minuutje korter. En, op een gegeven moment moesten we een afslag naar rechts. En het was echt de meest, het begon heel leuk. Het begon met, oh, leuke bosweggetjes. We zeiden elkaar, oh, wat leuk. Corfu heeft allemaal van die schattige weggetjes. En prima. En echt na 10 minuten, het was een soort van grindpad. Werd het echt steeds steiler. En we moesten echt stijl naar omhoog, stijl naar beneden. Er lagen allemaal losliggende stenen. En we hadden natuurlijk gewoon een normale auto. Niet echt een 4x4 of zo. En nou ja, ik zat op een gegeven moment echt te kijken van, oké, er zit een airbag in. Dus als er iets gebeurt, dan blijf ik hopelijk leven. En nou ja, op een gegeven moment was het gewoon zo spannend. Want we moesten echt gewoon steil omhoog. Er lagen allemaal gewoon stenen op de weg. We verloren echt de hele tijd de grip. En op een gegeven moment zei ik echt van, zet de auto stil. Ik zei van, we moeten AMB bellen of zo. Ik durf echt niet meer verder te rijden. En mijn vriend keek ook echt zo aan van, Dali, we moeten nu gewoon door, weet je. We moeten nu niet stoppen. Want als je nu stopt, midden op zo'n berg, dan kun je helemaal niet meer verder. Dus we hadden echt allebei gewoon doodsangsten uitgestaan. Ik zat met een soort van, ik hield zeg maar mijn gordel echt zo vast van, oké, ik hoop dat het overleven. Want naast ons was gewoon afgrond. En mijn vriend, ja, die was echt aan het zweten. Die was dus de auto aan het besturen. En hij vond het ook echt doodeng. Nou, we hebben echt 20 minuten of zo door echt gewoon de meest kleinste paadjes gereden. Volgens mij heb ik er zelfs een filmpje van gemaakt in het begin. Dus toen het nog helemaal niet erg was. Met mijn telefoon. Nou, uiteindelijk kwamen we eruit. Toen konden we gelukkig heel hard lachen. En we dachten echt allebei dat we dood gingen. Maar we zijn er weer. Dus ik ga lekker verder wandelen nu naar de supermarkt. En ik zal eens even laten zien wat ik allemaal haal voor lekkere boodschappen voor de lunch. Nu loop ik hier net voorbij. En dit waren ongeveer de paden die wij dus gisteren ook hadden. Je hebt hier echt genoeg gewoon hoofdwegen. Maar dit soort weggetjes heb je er ook heel veel. Dus je moet vooral zorgen dat je hier niet terecht komt met je auto. Ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik allemaal heb gehaald bij de supermarkt. We zijn hier trouwens nog maar 3 dagen, dus ik heb niet zo extreem veel gehaald. Maar gewoon een aantal dingetjes voor lunch en ontbijt. Ik heb hier deze aubergine salade. Ben benieuwd. Leek me wel lekker. Spicy hummus met 60% kikkererwten. Altijd zoveel mogelijk procent kikkererwten nemen, want hoe meer kikkererwten, hoe beter natuurlijk. Deze crisp bread. Dacht ik misschien wel lekker als snackje of zo op basis van bieten. En zoals je ziet is die ook helemaal vegan. Deze havermout moet ik wel heel erg om lachen, want als je dit herkent, dit is eigenlijk het merk van de Lidl. En die hebben ze dus gewoon gekocht en die verkopen ze dus voor 3 keer zo duur. Volgens mij is ze bij de Lidl 50 cent.
Hier nog wat rijst, drink ook zonder toegevoegde zooi, lekkere warme pap. Wat paprika's, deze kruiden kwam ik tegen, is met knoflook en verschillende soorten kruiden. Nou ja, er staat niks voor aardappelen, maar ik dacht misschien lekker om met groenten te bakken of zo. Wat nootjes als snack, of wat noten, wat pinda's bedoel ik. Wat meer granenwraps heb ik gehaald, banaantjes en dit was een soort van mix van gedroogd fruit en noten. Ik dacht of lekker als snack of misschien lekker voor over de wraps of bij een salade of zo. Geen idee. Oh ja, en ik heb dit allemaal bij een lokale supermarkt gehaald. Je hebt hier dus wel hele grote supermarkten, maar die zitten echt in Corfu's stad en daar zitten we best wel weer vandaan. Dus voor dit samen, ja, volgens mij betaalde ik 20 of 25 euro. Natuurlijk best wel wat duurder. Aan de andere kant dan support je natuurlijk ook de locals. En dat vind ik ook altijd heel erg belangrijk. Ik ben deze helemaal vergeten. Dit zijn havermoutkoekjes. Ook vegan zoals je ziet. En die heb ik net ook even eentje op als snack. Leek mij ook wel lekker. Een beetje havermout chocoladekoekjes. Als lunch heb ik een wrapje met auberginespread, wat gebakken paprika en hier overheen wat een pittenmix met pitten en rozijnen volgens mij en wat cashewnoten. En daarbij nog wat olijfjes. En normaal zou ik wel iets van tempeh of tofu of bonen of zo bij doen, maar dat hadden ze helaas niet. En twee van deze bietencrackertjes. Tussendoor eet ik even een appeltje. Oké, we hebben als diner hebben we, dit zijn een soort van dolmades, rijstrolletjes met wijnbladeren. Dit is feta met honing en kaas of zo. Dit is een aubergine dip. Dit is knoflook, mushrooms met garlic. En dit is voor Lars, dit is souvlaki. En we hebben nog wat brood erbij. Oké, jongens, dit is echt super lekker. Het is een dolmades of zoiets heet het. Het is een soort van wijnbladeren gevuld met rijst. Met een beetje citroen. Ja, nee, geen idee. Maar het is gewoon echt super lekker. Het is heel zacht. Van binnen. Ik zal het even laten zien. Het is heel, ja, het ziet er echt heel saai uit, maar het is echt super lekker. Het is heel lekker zacht. Het smaakt echt als een feestje. Dus je moet gewoon een keer proberen als je in Griekenland bent. En als toetje hebben we baklava. Ik besefte me dat ik nog helemaal geen auto had gefilmd voor mijn vlog. Dus bij deze, het is nu de volgende dag. Ik zit hier echt bij een supermooi strandje. Ik weet niet of je het zo een beetje kan zien. Ik zal het direct even beter laten zien. Porto Timoni Beach heet het volgens mij. Echt prachtig. Zo mooi en ongerept. Echt, ik ben heel erg verwonderd over Corfu. Ik had niet verwacht dat ik het zo mooi zou vinden. Ze noemen Corfu ook wel het groenste eiland van Griekenland. En zeker in lente is het prachtig, omdat ook nu het alles in bloei staat. Maar we hebben ook weer zo'n mooi baaitje gevonden. En ook zeker in het voorseizoen is er nu bijna niemand. Dus dat is ook echt top. Dus een aanrader, mocht je willen gaan, ga dan in de lente. Want dan staat aan de ene kant alles in bloei. En aan de andere kant is het gewoon nog lekker rustig. Maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Dat je wat inspiratie uit hebt kunnen doen of kunnen ophalen. En vergeet ook niet om deze vlog een duimpje te geven. En abonneer je natuurlijk ook op mijn kanaal als je meer van dit soort vlogs wil zien. En ik zal je eventjes het mooie plekje laten zien. Nou, hier zit ik dus. Dit is het uitzicht. Dit zijn de bergen. Echt zo onwijs mooi. En dit soort strandjes heb je hier. Kijk, daar in de verte loopt een mevrouw. Die is volgens mij, die gaat helemaal naar het strand daar lopen. Daar zo, daar zit je zo ook helemaal in je eentje. Ja, dit is natuurlijk niet echt een heel mooi, lekker strand om te liggen. Maar ja, het is wel gewoon echt prachtig. Wel even een tip om goede wandelschoenen aan te doen. Want het zijn dus wel allemaal van dit soort paadjes. En dit valt nog mee, maar het wordt steeds steiler en steiler. Maar het is eigenlijk wel prima te doen. Trouwens, deze V'tjes aan en die gaan ook echt prima door als wandelschoenen.